Goedenavond. Ik ga met u lezen uit iets wat Kees al heeft aangekondigd. Hij heeft trouwens heel wat al aangekondigd wat u allemaal vanavond te wachten staat. Of ik daar heel wel aan kan voldoen, dat weet ik niet, want ik wil er eigenlijk niet zozeer tegen zijn, maar vooral voor zijn. Maar goed, we zullen zien hoe het loopt. 2 Korinthe 3. Ik lees uit de Telos-vertaling. 2 Korintiërs, hoofdstuk 3. Ik begin in vers 2, waar Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe: U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. U van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf kwam, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters op stenen gegraveerd met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van Mozes wegens de heerlijkheid van zijn gezicht, die teniet gedaan moest worden, hoe zal niet veel eer de bediening van de geest in heerlijkheid bestaan? Want als de bediening van de veroordeling heerlijkheid had, hoeveel te meer, zoveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Tot zover lezen wij uit 2 Korinthe 3. Het is wel waar wat Kees zei, dat in Nederland je daar andere toespraken over houdt dan in Frankrijk bijvoorbeeld. Ik herinner mij een Hagepreek op 15 augustus, Maria ten Hemel opneming, daar zijn alle Fransen vrij, vanwege die katholieke feestdag. En de protestanten hebben dan vaak gelegenheid, zoals ze dat al deden in de dagen van de Hagepreken, om daar bij elkaar te komen op de bergen. En zo herinner ik mij een bijeenkomst van een paar honderd mensen, allemaal protestanten. En ik heb daar een toespraak gehouden over het nieuwe verbond, La Nouvelle Alliance. En dat is een andere toespraak dan ik dat gedaan zou hebben voor een stelletje Nederlandse protestanten. In 1919 was het, geloof ik, dat de gereformeerde gemeenten een gesprek voerden met de christelijk gereformeerden om te kijken of ze tot elkaar konden komen. Maar dat liep vast op het verbond. Want de gereformeerde gemeenten, als ik het goed heb, en anders corrigeer je me maar, die geloofden dat er 1 verbond was en de christelijke gereformeerden dat er 3 waren. Ik dacht, nou, dan kun je elkaar toch ontmoeten door te zeggen, dan middelen we op 2, maar zo werkte het niet en dat is niet gebeurd. Als ik er nou bij was geweest, maar dat was, ik was nog niet eens geboren natuurlijk, had ik gezegd, maar waar hebben jullie het over? In de Bijbel zie ik wel 8 verschillende verbonden. 1 met Noach en 2 met Abraham en dan nog eens een keer het verbond van de Sinaï, dan het verbond van Deuteronomium 32... En dan nog eens het verbond met Levi en het verbond met David. En dan heb je nog het nieuwe verbond. Nou, dan ben ik al heel aardig in die richting. Maar het ging hier om theologische constructies. En daar komen we nog wel op terug, want het inderdaad is het niet te vermijden. Laat ik daarom beginnen met vast te stellen dat we het hebben over Israël in deze 8 avonden. En laat me vervolgens vaststellen dat alle verbonden in de Bijbel met Israël te maken hebben. Primair met Israël. En de grote handicap zit hem dan ook niet in de vraag of er 1 of 3 verbonden zijn, maar die zit hem in de vervangingstheologie. Dat is een ongelukkig woord, want in zekere zin kun je zeggen dat Israël als volk van God is vervangen door de kerk als volk van God. Daar heb ik niet zoveel moeite mee om dat te zeggen. Maar daarbij gaat het er vooral om of wij ook de zegeningen en de beloften overgenomen hebben van Israël. En of die dus allemaal vergeestelijk moeten worden. Of dat die verbonden en beloften voor Israël letterlijk in vervulling zullen gaan. Daar zit het grote verschil.
Als we dus in Jeremia 31 lezen dat het nieuwe verbond gesloten wordt met de 12 stammen Israëls, de 10 stammen van Israël en de 2 stammen van Juda, en je zegt meteen dat zijn wij, dat is de kerk, ja, dan houdt het gesprek vanavond gauw op. Ik wil dus bij Israël beginnen, want daar gaan de verbonden over. Er is geen verbond in de Bijbel dat niet rechtstreeks of indirect met Israël te maken heeft. Waarbij ik moet zeggen dat er in het paradijs helemaal van geen verbond sprake is. Dat is al het eerste bedenksel van de mens. Er is een vers in Hosea dat je zo zou kunnen lezen, dat God een verbond met Adam heeft gemaakt, maar dat is zeer twijfelachtig. Daar kun je in ieder geval geen theologie op bouwen. En al helemaal niet dat dat een werkverbond zou zijn, waarbij uiteindelijk de zegeningen van God afhankelijk zouden zijn van de goede werken van de eerste mens, die nog niet in de zonde was gevallen. Daar komen we straks nog wel op terug, om een andere reden, dat zult u nog wel merken. Maar ik kan het ook meteen zeggen, omdat men meent dat dat werkverbond van, dat verbond van Sinaï eigenlijk ook een verbond van werken is, een werkverbond. Dan beginnen al de misverstanden. Het eerste verbond in de Bijbel is het verbond met Noach. In Genesis 9. En daarbij is het boeiende dat dat natuurlijk niet met Israël gesloten wordt. Israël bestond nog helemaal niet. Het wordt gesloten met de hele schepping. Zelfs de dieren worden erbij betrokken. Maar als je luistert naar de woorden van God in dat hoofdstuk, dan zie je daar al de toespitsing op dat ene bepaalde volk. Want God wordt daar genoemd, niet de God van Gam en de God van Javed, hij wordt genoemd de God van Sem. De zegeningen, zeker voor Javed, Javed zal wonen in de tenten van Sem. Dat wil zeggen, alleen langs die lijn is er zegen voor Javed. Dat komt ook nog wel aan de orde vanavond. Maar God is de God van Sem. Daar vind je al in het verbond van Noach de eerste toespitsing. En Sem wordt daar weer genoemd de vader, de voorvader van Heber. Dat is een interessante naam. Abraham wordt genoemd Abraham de Hebreer. En dat kun je op twee manieren opvatten. Hij is een nakomeling van Heber, dat is de simpelste manier. Maar Heber komt van een werkwoord dat betekent oversteken, een rivier oversteken. Abraham is ook de man die komt van de overzijde van de Eufraat. Want daar heeft God hem geroepen. En hij moest over de rivier om tenslotte komen in het land dat God hem zou wijzen. Dus van Heber gaat de lijn door, uiteindelijk naar Terach en uiteindelijk naar Abraham. En dat betekent, of je nou vervangingstheoloog bent of niet, daar zijn we het allemaal over eens, dat er in zekere zin geen zegen is te bedenken buiten Abraham om. Sinds Abraham op deze aarde geleefd heeft, kan geen mens gezegend worden buiten hem om. Want als God hem roept in Genesis 12, dan vind je daar 7 beloften van God. Ik zal, 7 keer, maar eigenlijk spitst het zich toe op 2 dingen. Je moet uittrekken uit je land, Ur der Chaldeeën. Je moet over de rivier gaan, dat wordt daar niet gezegd, maar dat zit er dus bij inbegrepen. En dan kom je tenslotte in het land dat ik je zal wijzen. Dat is het eerste, het land. Het land, het land, het land. Als je wil discussiëren met vervangingstheologen of over de vervangingstheologie, dan is dat heel verwarrend, want je kunt altijd wel verdedigen dat er een zekere vervanging heeft plaatsgevonden, maar dan stel je tenslotte uiteindelijk deze allesbeslissende vraag. Hoe zit het met de landbelofte? Ik had pas een hele lieflijke mailwisseling met een gereformeerde gemeentepredikant die gezegd had, bij ons is de vervangingstheologie afgeschaft. En wat hij bedoelde is, wij geloven nog wel degelijk dat God ook geweldige plannen heeft voor Israël, dat er nog grote bekering zal plaatsvinden. Ja, dat geloofde Augustinus ook al. En Augustinus is de vader van de vervangingstheologie. En toen schreef hij in die lieflijke mail, was een hele vriendelijke gedachtenwisseling. Hij schreef maar over de vraag of wij de landbelofte letterlijk moeten nemen. Daar zijn onze meningen over verdeeld. Maar daar zit hem nou juist de kneep. Aan Abraham is dat het eerste wat God zegt. Dat land. Maar het tweede wat God zegt is, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus de verbonden hebben nooit alleen maar Israël op het oog. Ze hebben primair Israël op het oog. Kees heeft terecht gezegd, in Romeinen 9 lezen we dat. Hebben we het vorige keer over gehad. Van hen zijn de verbonden en de beloften.
maar nooit primair. Een aantal keren lees je dat, het wordt herhaald naar Isaac en naar Jacob toe. In u en in uw zaad, in uw nakomelingschap, en dat is Israël, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Allemaal? Alle 7 miljard? Nee, oké, maar we gaan stapje voor stapje verder. Hè? We zijn pas in Genesis, in het begin. En we eindigen pas deze preek in Openbaring. Dus we zijn nog een stukje, hebben we nog te gaan. Maar dan na hoofdstuk 12 krijg je die twee verbonden. Denk erom, er zijn twee verbonden met Abraham. Hè? Dus als iemand het zegt, het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt gij van kind tot kind. Dan ben ik weer die vervelende eigenwijze kerel die zegt, welk van die twee verbonden bedoelt u? Genesis 15 of Genesis 17? En zeg niet te vlot, ach dat is toch allemaal één en hetzelfde, want daar zit Genesis 16 tussen, het verhaal van Hagar. Jaren van verwarring eigenlijk en van misgaan. Waar gaan die twee verbonden over? Die gaan precies over die twee dingen waar ik het over had in Genesis 12. Genesis 15 gaat vooral, dat is dat eerste verbond van de twee, gaat vooral over de nakomelingschap van Abraham, zijn letterlijke, fysieke nakomelingschap, dat is wat wij het volk Israël noemen. En dat zou vreemdelingen zijn in een verre land, maar uiteindelijk zouden ze toch weer terugkeren naar het land. Want dat land, Genesis 15, 17, 18, dat land is onaantastbaar. Het is het land dat God aan zijn volk gegeven heeft, van noord tot zuid en van oost tot west. Dat is de eerste nadruk. Dan gaat het over de zegeningen voor het fysieke volk Israël, heel concreet verbonden met dit land. Daar zegt God als het ware dat uiteindelijk, hoe het met Israël ook mogen gaan, wat voor ballingschappen het allemaal moet doormaken, uiteindelijk komt het altijd weer in het land terug. En wij zijn gezegend met het feit dat wij dat mogen beleven, dat dat inderdaad vandaag gebeurt. Heel bijzonder. In Genesis 15 zien we dat de grondslag niet zomaar alleen de belofte van God is. Ik herinner mij een preek uit mijn jeugd, waar de voorganger zei, God moet voor alles wat hij zegt een fundament hebben. Dat is zo'n uitspraak die blijft hangen in je hoofd. Een fundament. En ook daar vind je dat offer. Het is niet een gewoon offer, het wordt ook niet gewoon op een altaar gebracht. Die offerdieren worden daar verdeeld, daar gaan we nou op alle details niet in. Maar het is altijd een offer op de achtergrond. Goed, dan de grote sprong naar Genesis 17. Daar heb je een heel andere zaak, want daar verandert Abraham van naam. Hij wordt Abraham, vader van een menigte. Een menigte van volken. Daar ligt de nadruk niet op het beloofde land, daar ligt de nadruk op al die geslachten van de aardbodem die gezegend zullen worden in Abraham en in zijn nageslacht. Maar nu kan ik iets aanvullen wat ik net nog niet kon doen. Het is niet voor alle 7 miljard van bewoners die er vandaag op aarde zijn. En dat zie je in het teken van de besnijdenis. Niet dat wij die besnijdenis letterlijk toepassen en overnemen. Dat is de dwaling die Paulus in de Galatenbrief heeft weerlegd. Maar het belang is dat we de geestelijke betekenis daarvan zien. En dat zie je al in het Oude Testament. Meermalen lees je daarover een besnijdenis van de voorhuid van het hart en van de lippen. Besnijdenis is een geestelijke zaak. Abraham moest leren door die besnijdenis dat het kind dat hij zou verwekken in zonde geboren zou worden. Wij kunnen niet anders dan zondige kinderen verwekken. Maar door de besnijdenis voltrekt zich het oordeel van God over dat mannelijk vlees waarmee die verwekking geschiet. Dat is heel concreet zo. En zoals gezegd, meermalen wordt dat toegepast op die geestelijke besnijdenis van het hart. Dat is niet pas in het Nieuwe Testament zo bedacht, dat vind je al in het Oude Testament. Maar daarmee zie je ook wat dat betekent. Alle geslachten van de aardbodem zullen gezegend worden, maar dan moeten ze allemaal diezelfde geestelijke besnijdenis ondergaan. Je krijgt het niet automatisch. Je krijgt het niet omdat je een schepsel van God bent. En daarbij moet ik nog wel even een stapje terug. En dan moet ik een ander moeilijk gereformeerd probleem aanwijzen. We lezen van Noach al dat hij genade vond in de ogen van God. Maar we lezen ook
dat hij rechtvaardig was te midden van zijn tijdgenoot. En nou, de vraag is, was hij nou rechtvaardig omdat hij genade had gevonden, of vond hij genade omdat hij rechtvaardig was? Dat is geen flauwe vraag, daar ging de hele Dordtse synode over. Wat is er eerst, de genade of eerst de gerechtigheid aan onze kant? Dan wordt meestal wat andere woorden geformuleerd, maar ik betrek het er even zo op, omdat het zo van Noach geschreven staat. En dat is een oneigenlijk probleem. Het is een overschatting van het menselijk verstand dat je daar een rangorde in aanbrengt. Ik weet nog dat het RD, toen het nog maar net bestond, een bekende evangelist in Nederland interviewde en de vraag stelde, wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? En die man die zag niet de valkuil die voor hem geopend werd. En hij zei, het geloof natuurlijk. Nou, daarmee wist elke lezer van het ERD dat deze man een Arminiaan was. En werd hij dus meteen aan de kant geschoven. Had hij zijn huiswerk gedaan, dan had hij natuurlijk gezegd, meneer, dat is een heel verkeerde vraag. Je mag die twee niet tegen elkaar uitspelen. Wat is eerst? Wat de mens doet of wat God doet? Als ze dat nou maar in Dordrecht meteen gerealiseerd, dan was er een heel probleem minder geweest. Bij Abraham precies hetzelfde. Waarom werd Abraham uitverkoren? Hij werd gerechtvaardigd om zijn geloof. Hoofdstuk 15, vers 6. God deed hem al die wonderbaarlijke beloften. Hij was al oud, maar hij zou een zoon krijgen en door hem een heel groot nageslacht. En hij nam hem mee naar buiten en wees al de sterren, zo zal je nageslacht zijn. Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, hij werd een rechtvaardige genoemd op grond van zijn geloof. Oh, ik zeg op grond van, hoorde dat? Toen wij deze Telos-vertaling pas af hadden, dat is eigenlijk alweer een versie eerder dan deze, als ik me goed herinner. Deze zegt dus gerechtvaardigd op grond van geloof. Toen gaven we het onder andere aan een gereformeerde dominee, dat was dan weer van de Kuiperiaanse hoek, voor de kenners even een ander onderscheid. En die zei dat op grond van, dat kon niet. Dat was tegen Dordt. Ja, ik weet niet hoe je het anders kan vertalen. Je kunt uit geloof, maar ik zie werkelijk taalkundig het verschil niet. Maar hij heeft daar weer hetzelfde probleem. Was Abraham een rechtvaardige vanwege zijn geloof? Of was hij een gelovige omdat God hem tot een rechtvaardige had gemaakt? Daar kom je nooit uit. En dat mag ook helemaal niet. Het is een overschatting van ons menselijk verstand dat we dat allemaal in schemaatjes willen persen. En het gevolg is dat mensen bij zichzelf gaan zitten speuren en zoeken of dat geloof er wel is. En of die rechtvaardiging dan wel kan worden uitgesproken over een mens. Het is 100% menselijke verantwoordelijkheid. En het is 100% goddelijke genade. Als God hem in Genesis 17 aanspreekt, dan zegt de Heere God, ik ben de Heere, God de Almachtige. Zo openbaart hij zich aan Abraham, soeverein. Maar hij zegt meteen, wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt. Met andere woorden, je krijgt het niet zomaar. Het komt niet zomaar over je heen. Alsof jij een stok en een blok bent en ik allemaal dingen aan jou bewerk die helemaal buiten jou omgaan. Nee, in de praktijk krijg je het als je wandelt voor mijn aangezicht en als je volmaakt bent. Niet in de zin van zonderloos, maar goed, dat voert nou te ver. Maar er worden meteen eisen aangesteld. Ook in de evangelische wereld heeft men wel eens gezegd, dit was een onvoorwaardelijk verbond en dat van de Sinaï is een voorwaardelijk verbond. En zo maken we de dingen allemaal veel ingewikkelder. Alle verbonden zijn onvoorwaardelijk in de zin dat ze uit Gods genade voortspruiten. En alle verbonden zijn voorwaardelijk doordat ze altijd een beroep doen op de menselijke verantwoordelijkheid. Abraham wordt besneden, met hem zijn hele huis, alle mannen in zijn huis. En allegenen die geestelijk besneden worden in de voetstappen van Abraham wandelen, dat is dat nageslacht dat gezegend wordt. Alle mensen uit alle geslachten van de aardbodem die deze geestelijke besnijdenis ondergaan, die zijn kinderen van Abraham. Paulus maakt het heel mooi duidelijk in Romeinen 4. Je hebt twee soorten nageslacht van Abraham. Zijn fysieke nageslacht, dat is Israël. En zijn geestelijk nageslacht, dat zijn degenen die wandelen in het geloof van Abraham. En gerechtvaardigd zijn door het geloof, net als Abraham. En sommigen zijn natuurlijk allebei, hè? Dat zijn degenen die en fysieke nakomelingen zijn en geestelijke nakomelingen. Als de Heer Jezus in debat is met de geestelijke leiders van Israël in Johannes 8... dan zeggen ze, wij zijn nageslacht van Abraham. Nou, dat viel niet te ontkennen.
Op een bepaald moment zeggen ze, wij zijn kinderen van Abraham. En dan zegt de Heer Jezus, dat klopt niet. Als je een kind van Abraham was, dan zou je wel anders handelen. Daar maakt hij dat fijne onderscheid. Jullie zijn inderdaad zijn nakomelingen, maar hij is niet jullie geestelijke vader. Hoogstens jullie fysieke vader. Want kinderen van Abraham, die wandelen in dezelfde geloofsweg die Abraham gegaan is. En daar kunnen jullie niet aan tippen. Daarom kun je zeggen met zonder enige arrogantie dat een gelovig mens die wandelt als een rechtvaardige. En dat betekent voor ons die wandelt in de weg van de Heer Jezus. Meer kind van Abraham is dan een fysieke nakomeling van Abraham die voor wie God niet werkelijk een realiteit is. En nou dan die grote sprong naar het verbond van Sinaï. Waartussen gereformeerde en evangelische grote verschillen hebben aangebracht. Ik citeerde net al een evangelische auteur die zegt dat het verbond van Abraham is onvoorwaardelijk, dat van de Sinaï is voorwaardelijk. En dan moet ik toch even hebben over dat werkverbond. Ik herinner me Noord-Amerika zware debatten omdat sommige gereformeerden grote protesten hadden tegen sommige andere gereformeerden die zeiden dat verbond van Sinaï is ook werkverbond. Daar maakt God opnieuw het heil afhankelijk van het onderhouden van de werken der wet. En die mensen die daartegen waren, die realiseerden zich hoe absurd dat is. En dat is het ook. Ik herinner me ooit dat ik las bij Pinchas Lapide, ik weet niet of u hem kent, ik heb één keer een lezing van hem bijgewoond in Utrecht. Hij was een orthodoxe rabbijn, maar hij was hoogleraar het Nieuwe Testament in Duitsland. Maar hij was van de Israëlische nationaliteit. Een buitengewoon interessant figuur, vele van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Hij kende ook het gereformeerde wereldje en hij schrijft ergens: het Jodendom is een godsdienst van pure genade van God. Dat was natuurlijk een beetje uitdagend, maar ik vond dat zo mooi en zo terecht. Juist daar op de Sinaï, waar God dat verbond sluit met Israël en waar Israël nog geen zelfkennis heeft, waar ze drie keer zeggen: alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen, terwijl ze dat helemaal niet konden. Daar staat de genade voorop, niet de wet, als zodanig. Denk aan die prachtige woorden uit Exodus 34, waar de Heere aan Abraham, aan Mozes voorbij gaat en zegt: Heere, Heere, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Vers 4 tot 6 in Exodus 34, barmhartig en genadig is de Heere. Als dat niet zo was, hoe had er dan ooit één gelovige kunnen zijn in het Oude Testament? Het is een godsdienst van genade ten eerste omdat God überhaupt die wet gegeven heeft. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Zo'n prachtige wet zoals geen enkel volk dat heeft, zegt Mozes later. Maar ten tweede is het genade omdat iedereen die die wet overtreedt, maar dat beleid voor God door het offer weer hersteld kan worden in de gemeenschap met God. En ten derde is het genade omdat God het ook is die de kracht daarvoor geeft om die wet te volbrengen. Dat is bij Mozes nog niet zo duidelijk. Het duidelijkste vind je dat in het Oude Testament in Ezekiel 36. Waar God zegt: ik neem dat stenen hart uit jullie en ik breng er een vlezen hart voor in de plaats. Door de kracht van mijn Heilige Geest. Ja, die Heilige Geest komt zelfs persoonlijk in jullie wonen. Dat is het grote geestelijke herstel van Israël. En daarom is het verbond van Sinaï een verbond van genade. Het was genade dat God de wet gaf. Het was genade dat hij voorzag in de overtredingen van de wet. En het is genade dat hij zelf zijn volk de kracht gaf. Ook al snapten ze toen nog niet zo goed dat het in elkaar zat. Maar de profeten hebben dat duidelijk gemaakt. Het was genade dat ze de wet mochten volbrengen. Dat hele verschil tussen wet en genade, dat is zo verwarrend. En u denkt dan meteen aan de tekst natuurlijk, in Romeinen 6, willen zij niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dan zou ik meteen tegen u zeggen van, hoe dopen jullie dan eigenlijk? Matthäus 28 zegt, je moet ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ze onderwijzen al wat ik u geboden heb, zegt de Heer Jezus. Elke dopeling moet onmiddellijk onderwezen worden in alles wat de Heer Jezus heeft geboden. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 14, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je mijn geboden niet houdt, heb je mij niet lief. Je komt onmiddellijk onder wat Paulus noemt in Galaten 6 vers 2, de wet van Christus. Alleen we zijn niet onder de wet,
zoals het judaïsme ervan gemaakt heeft. Een wet, een systeem dat beweert dat we op eigen kracht die wet van God zouden kunnen volbrengen en daardoor bij God in een goed blaadje zouden kunnen komen. Iedereen die dat denkt, of hij nou een Jood is, of dat hij een Christen is, of een moslim, of een hindoe, alle valse godsdiensten, ook het valse deel van het christendom, hebben allemaal dit gemeenschappelijk. Het idee dat je op eigen kracht God zou kunnen dienen en behagen en daardoor behouden zou kunnen worden. En elke dominee die op het graf van een of andere, laten we zeggen, een moeder van een gezin zegt, ze is zo'n geweldige moeder geweest voor jullie allemaal, ze heeft jullie zo goed verzorgd, fantastisch. Als er iemand in de hemel komt, dan is zij dat wel. Die hoort precies tot deze categorie die ik nu bestrijd. Je bent een goed mens, dus je komt, je wordt wel behouden. Je gaat naar de hemel, of hoe je dat formuleren wil. En het judaïsme en dit deel van het christendom, maar ook de islam, wat het ook mogen zijn, hebben dat allemaal gemeenschappelijk. Dat is valse godsdienst. Maakt niet uit waar het vandaan komt. Maar dat is niet het jodendom. Jodendom is niet judaïsme. Judaïsme is wat de mens ervan gemaakt heeft van het jodendom. Het jodendom is barmhartig en genadig is de Heer. En je leeft uit genade. Pinchas Lapide begreep dat. Het echte jodendom is een godsdienst van genade. En dat hele verschil tussen werkverbond en genadeverbond, dat is gebaseerd op deze verwarring die ik daarnet beschreven heb. Maar, dan komt er natuurlijk wel een mooie vraag op. Als het oude verbond zo'n mooi gesloten systeem was, van de geboden van de Heer, maar ook van pure genade, van de mogelijkheid van bekering en herstel en vergeving op grond van het offer, en een kracht die aan God ontleend wordt, waardoor de kracht van die geest kun je die wet volbrengen, wat is dan de toegevoegde waarde van het nieuwe verbond? Maar ik zeg nog eens een keer, dat oude verbond is ook door de Heere God gegeven. Het is geen menselijk bedenksel. Judaïsme, dat is een menselijk bedenksel. Jodendom, ik maak dus dat onderscheid. Jodendom is de godsdienst van het Oude Testament. Dat is de godsdienst van genade. Maar ik herhaal de vraag. Wat is dan de toegevoegde waarde van het nieuwe verbond? En het antwoord is heel simpel. Het oude verbond was helemaal compleet op één ding na. En dat is Christus. Christus is het verschil. Neem alleen al dat ene punt waarvan ik gezegd heb. Als je je overtreden had, dan kon je daardoor hersteld worden op grond van het offer. Wat voor offers? Kan het bloed van stieren en bokken zonde wegnemen, zegt de Hebreeënbrief schrijver. Die offers hadden waarde in die zin dat ze vooruit wezen naar het offer van Christus. Daarom waren ze belangrijk. Maar in zichzelf hadden ze geen enkele waarde. God kende er waarde aan toe omdat hij vooruit zag op het offer van de Heer Jezus. Maar als de Heer Jezus niet gekomen was, ja, dat kun je helemaal niet voorstellen, maar dan was het hele systeem in elkaar gevallen. Er ontbrak nog de sluitsteen aan. In Christus kan dat oude verbond pas tot zijn recht komen. En dan wordt het een nieuw verbond. Het nieuwe verbond staat niet tegenover het oude verbond. Alsof dat oude verbond een werkverbond was en het nieuwe verbond een genadeverbond. Het is een vernieuwing van het oude verbond doordat Christus erbij gekomen is. Want in Christus liggen alle antwoorden die bij dat oude verbond nog open bleven. Daarom kon je onder het oude verbond best een rechtvaardig mens zijn. Ik denk aan die prachtige omschrijving, is de mooiste die ik ken in de hele Bijbel, van Zacharias en Elisabeth in Lucas 1, vers 6. Ze onderhielden de geboden van de Heer, ze waren rechtvaardig. Het was een prachtige beschrijving, nieuwtestamentisch. Maar ja, ze leefden zeker zin nog onder het Oude Testament. Ze wisten nog niet van Christus. Maar dit zijn de echte tzadikim, de rechtvaardigen, zoals het Oude Testament die kende. En die zijn dat door genade, die zijn dat door de vergeving, op grond van het offer, die zijn dat door de Heilige Geest. Maar als je Christus leert kennen en je wijst hem bewust af, dat is een heel andere zaak. Daarom was de Heer Jezus en ook later de apostelen waren zo scherp tegen die Joden die heel bewust Christus de rug toekeerden. Dat is een enorm verschil met vandaag. Dat moet ik uitleggen, want dat is van heel grote betekenis.
Die mensen die toen direct met de heer Jezus te maken hadden, maar bijvoorbeeld tegen hem zeiden dat hij door Beelzebul, door Satan, de demonen uitdreef, voor hen was er geen vergeving. Maar wat is de Jezus waar de Joden vandaag aan de dag weet van hebben? Dat is een Jezus die wij hen hebben aangepraat. Door hen te veroordelen en te vervolgen en achterna te zitten en hen te beschuldigen dat ze Christus hadden vermoord. Alsof elke Jood van vandaag aan de dag daar nog steeds schuldig aan is. We hebben zo'n afschuwelijk Jezusbeeld nagelaten dat na 2000 jaar er echt een wonder van God voor nodig is om een Jood zo ver te brengen dat hij daardoor helemaal doorheen kijkt om de echte Jezus te leren kennen. Wij hebben het ze bijna onmogelijk gemaakt. En dat is het grote verschil tussen Israël vandaag en het Israël van toen. Maar goed, daar komt mij een volgende gelegenheid nog wel meer over te spraken. Maar het is wel van enorme betekenis. Christus is de vervulling. En dat vind je nou zo prachtig beschreven in 2 Korinthe 3. In de gereformeerde theologie is vaak gezegd dat je het hele Bijbel verbondsmatig moet lezen. Nou, voor het Oude Testament geldt dat wel. Maar in het Nieuwe Testament is er bijzonder weinig over het Nieuwe Verbond geschreven. Het is het woord van de Heer Jezus bij het avondmaal. Dit is de drinkbeker van het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat vergoten wordt tot vergeving van zonden. Voor velen, daar worden ook de gelovigen uit de volkeren al binnen beeld getrokken. Ten tweede hier in 2 Korinthe 3, de apostelen waren dienaars van het Nieuwe Verbond. En ten derde natuurlijk in de Hebreeënbrief, waarbij je wel altijd moet bedenken dat de Hebreeënbrief geschreven is aan gelovige Joden. En je moet je constant de theologische vraag stellen, kun je dat allemaal zomaar op gelovigen uit de volkeren overbrengen? Maar dat verandert niets aan het feit, 2 Korinthe 3 is heel belangrijk. En let nou eens op wat daar gebeurt. Vooral vers 3, dat moet u eens goed op u laten inwerken. Dat contrast dat Paulus maakt, die vergelijking en tegelijkertijd contrast. In het Oude Testament waren er stenen tafelen, maar nu hebben we te maken met vlezen tafelen van ons hart. Tafelen, dat zijn steentabletten waarop je kunt schrijven. Op die stenen tafelen stonden de 10 geboden geschreven. Wie had ze geschreven? God zelf. God had met zijn vinger op die stenen tafelen zijn geboden geschreven. En zegt Paulus, zo is het met jullie ook. Alleen zijn er bij jullie niet stenen tafelen, maar vlezen tafelen. En bij jullie wordt niet de wet op je hart geschreven, maar Christus. Is dat dan totaal wat anders? Nee, Christus is de eeuwige Torah. Hij is de zin en de inhoud van de wet. Als Paulus schrijft in de Romeinen, Christus is de telos van de wet. Dan is dat niet alleen maar in hem is heel dat systeem van het judaïsme ten einde gekomen. Maar ook hij is de zin, de inhoud, het doel en de vervulling van de Torah. Dat is zo prachtig. En zoals toen God schreef zijn geboden op die stenen tafelen, zo schrijft hij door zijn geest nu Christus in onze harten. En als Paulus die gedachte ontwikkelt hier verder in hoofdstuk 3 van 2 Korinthe, dan zegt hij, er waren in dat oude verbond twee zijden. En die zijn er in het nieuwe verbond ook. In het oude verbond had je de bediening van de dood en de bediening van de veroordeling. Ja, dat geeft toch een beetje een negatieve kijk hè, op dat oude verbond. Het leidde tot de dood en tot veroordeling. Hoe kan God nou zo'n verbond geven? Wel, dat verbond was wel goed. Net zoals Paulus zegt in Romeinen 7, de wet is wel goed, maar wij zijn niet goed. Dat wil zeggen, voor zondige mensen die zich niet bekeren van hun zonden en niet laten leiden door de Heilige Geest, voor hen is de Torah, is het hele bestel van het Oude Testament een vervloeking. Het woord Gods dat tot je komt en dat niet gaat haken in je hart, dat keert zich tegen je. En dan wordt dat oude verbond, hoewel het door God gegeven is en van pure genade aan elkaar hangt, dan wordt het voor jou een bediening van de dood en van de veroordeling, van de verdoemenis, staat er in de Statenvertaling. En kijk nou eens naar het nieuwe verbond. Zeker, het is waar, we hebben het straks al gehoord. In Jeremia 31 wordt geschreven dat dat nieuwe verbond gesloten wordt met Israël en Juda. Met de 10 stammen en met de 2 stammen verenigd.
Daar moet je niet aan zitten sleutelen, dat mag je ook niet vergeestelijken. Het is heel simpel, als vuistregel in de hele Bijbel, Israël betekent altijd Israël. Juda betekent altijd Juda. Jeruzalem betekent altijd Jeruzalem. Behalve als erbij staat, Nieuwe Jeruzalem, Jeruzalem dat boven is. Maar normaal is Jeruzalem, Jeruzalem. Een hele simpele vuistregel. Het wordt gesloten met de 12 stammen. Maar, denk maar weer terug aan het allereerste woord dat God tot Abraham zei. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Met andere woorden, dat verbond dat God daar sluit met die 12 stammen van Israël. En dat zal pas werkelijkheid worden bij de terugkomst van de Heer Jezus. Daarvan gaat de zegen uit tot al die volken. Je mag dus niet zeggen dat dat verbond met ons gesloten wordt. Het wordt gesloten met Israël. Punt. Maar je mag wel zeggen dat wij de begunstigden ervan zijn. Die ervan profiteren als u me dat woord toestaat. In die zin zijn wij verbondskinderen door het geloof, als je dat zo zeggen wil. Maar daar zit ook wel heel wat aan vast. Onze vier kinderen zijn op school gegaan, op een gereformeerd vrijgemaakte school. En daar hebben ze heel veel goeds aan ondervonden, maar ook wel merkwaardige dingen. Mijn oudste dochter kwam thuis na een week en die zei, papa, wat zijn verbondskinderen? Ik zeg, hoe kom je daar dan bij? Nou, zei hij, wij hebben een leraar die zegt, die dankt altijd dat wij verbondskinderen mogen zijn. Nou, dat zou op een bevindelijk gereformeerde school nooit gebeuren natuurlijk. Dus daar zit een diepe kloof. Hè? Denk dan, die kloof tussen die twee is net zo groot als de kloof tussen gereformeerde en evangelisch. Wij danken dat de verbondskinderen zijn. Waarom? Omdat die kinderen gedoopt waren. Ik heb ook een lezing in Gouda gehouden en ik nam een lift ermee en we kwamen over het geloof te spreken uiteraard. En toen vroeg ik, hij beleed een kind van God te zijn. Toen vroeg ik, waar baseert u dat op? Toen zei hij, op mijn doop. Dat zou ook geen bevindelijk gereformeerde ooit zeggen. Maar door het gesprek dat daarop volgde, bleek inderdaad, naar mijn oordeel, voor zover een mens dat kan zijn, zien dat het een echt kind van God was. Er is geen twijfel over. Maar het antwoord is interessant. Door de doop zijn wij verbondskinderen. En je moet het al heel bond maken, als dat die zegeningen van het verbond dan aan jou voorbij gaan. En dat is de moeilijkheid van het verbond. Binnen de gereformeerde theologie heeft het een diepe kloof teweeg gebracht. Of doordat het verbond onder het beslag van de uitverkiezing kwam te staan, of dat het verbond een eigen leven ging leiden. Jaren geleden kwam een mevrouw naar me toe na afloop van een bijbellezing. Ze zei, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. Ik zei, u bent gereformeerd vrijgemaakt. Hoe weet u dat, zei ze. Ik zei, omdat ik geen andere christenen kan voorstellen die ooit zoiets zouden zeggen. En als je dus dan achter, want zij zijn de hardnekkigste vervangingstheologen, hoewel ook daar de eerste scheurtjes en naden in de naden beginnen op te treden. Als je dus met die mensen wil gaan spreken over Israël, dat is heel erg moeilijk. Zij zijn de verbondskinderen. En Abraham Kuyper had een groot hart van zending onder de Joden, maar hij bedoelde ermee dat ze allemaal gereformeerd moesten worden. In zijn geest, dat kan ik ook wel voorstellen, maar dat is niet het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is niet gebaseerd op de doop. Het nieuwe verbond is gebaseerd op bekering en geloof. In dat opzicht ben ik dus goed bevindelijk gereformeerd, mag ik wel zeggen. Ik herinner me, ja, er komen allerlei herinneringen naar boven, want ik heb het natuurlijk eindeloos vaak over het verbond mogen spreken. Ik herinner me in Zwolle, daar was een christelijk gereformeerde ouderling die met mij in discussie ging na afloop van mijn toespraak. Ik weet helemaal niet meer wat het thema was. En dan ging het over hetzelfde. Ik zeg, meneer, het is of geworteld in de kinderdoop, maar waarom heb je dan nog bekering nodig? Of het is geworteld in de bekering, maar waar heb je dan nog die kinderdoop voor nodig? Ik zie het nog zo, kom zo maar eens naar boven. Uit niets. Ik was te lang vergeten, maar nou borrelt het weer omhoog. Zolang je met die vervangingstheologie in de maag zit en denkt erom, zolang je in de kinderdoop vasthoudt, zit je nog steeds in de vervangingstheologie. Hè? Want die is alleen maar te rechtvaardigen als je gelooft dat die doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Alles hangt hier met alles samen. Daarom hebben we ook 8 avonden nodig om ons door dit onderwerp heen te worstelen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Maar goed, ik zou het eigenlijk vooral positief houden, nietwaar? De twee positieve kanten van het nieuwe verbond, die komen ook voor in 2 Korinthe 3. En de ene kant daarvan is, het is een bediening der gerechtigheid.
En het is een bediening van de geest. De bediening van de gerechtigheid zit hem in deze woorden. Ik zal hun zonden geenszins meer gedenken. Dat is de gerechtigheid. Die gerechtigheid betekent dat God het rechtvaardige oordeel heeft laten neerkomen op zijn geliefde zoon. En dat alle die in hem mogen geloven, die mogen opzien naar de slang in de woestijn die verhoogd is, die zullen vrede en heil ontvangen. Dat is de bediening van de gerechtigheid. En de bediening van de geest, de bediening van de gerechtigheid heeft te maken met het wegnemen van de zonde. Maar de bediening van de geest werkt daarvoor in de plaats Christus. Christus geschreven op de hart. Om het hele leven van die vernieuwde mens te doortrekken, zodat het Christus voor en Christus na is. Dat is de bediening van de Heilige Geest. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, bij ons wordt nooit gepreekt over de Heilige Geest, behalve met Pinkster, dan moet de dominee wel, maar dan gaat het ook alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Maar deze bediening van de Geest is niet de bediening om mensen tot wedergeboorte te leiden. Want het gaat hier over degenen die al verbondskindertjes zijn. En wat doet de Geest in hun levens? Hij schrijft Christus in hun levens. Hij wordt geschreven op hun harten. Op hun handen, op hun voeten, op hun ogen, op hun oren. Zodat het Christus voor en Christus na is. Dat is het doel van de Heilige Geest. Als je vraagt wat is het doel van het christenleven, is dat het beeld van Christus meer en meer in ons verwerkelijkt wordt. Het nieuwe verbond, daarvan is de grondslag gelegd op het kruis. Dat is wel bijzonder. Dat de grondslag al gelegd is 2000 jaar voordat dat nieuwe verbond werkelijkheid wordt. Want als je leest in Jeremia, niet alleen maar die versen in hoofdstuk 31, vers 31 tot 34. Maar vanaf hoofdstuk 30 tot 34. Lees die 5 hoofdstukken maar na. Dan gaat het helemaal over het grote herstel van Israël. Dan gaat het ook over zegen voor de naties. Maar het gaat over het grote herstel van Israël in hun eigen land. Als ze gebracht worden onder de zegeningen van het nieuwe verbond. En als daar de persoon van de Messias gezien wordt, die koning zal zijn over zijn volk. Dat is het grote verband waarin dat staat. En daar moeten we het ook laten staan. God heeft nog grote plannen met zijn volk. Maar wij zijn degene die nu al van de vruchten van dat nieuwe verbond mogen eten. Het is nog niet eens formeel gesloten, maar de grondslag is op Golgotha gelegd. En wij zijn de eerste begunstigden van dat nieuwe verbond geworden door genade en door het geloof in de Heer Jezus.